voor elke 100 euro die je uitgeeft, planten we een boom. Met zo'n eenvoudige aanpassing toch iets echt substantieels bereiken. Bij mij niemand minder dan Ali Niknam van Bunk. Ja, Ali, inmiddels, ik sprak je een tijdje geleden alweer op CBDTV. En toen waren er misschien nog wel mensen die Bunk niet kenden. Maar je bent aardig aan de weg aan het timmeren, toch? Nou, dankjewel. Zoals je weet, dat we in het vorige gesprek ook zeiden, ik zit letterlijk nu nog aan het werk. Dus dat klopt, van dat timmeren. Ja, is het druk? Ja, het is heel druk. Het is heel druk. En het zijn natuurlijk ook, zoals je weet, ook aan dit gesprek. Het zijn toch wel bijzondere tijden. En dat geeft ook een hele nieuwe context aan de zaken die we doen. En hoe we samenwerken en dat soort zaken, ja. Vertel eens, hoe ziet dat er dan uit? Wat verandert er allemaal? Wat maakt het zo bijzonder? Bijvoorbeeld dat ze dit interview van afstand doen en ik mijn raam nog heb openstaan en ik de hele tijd mailen hoor. Ik weet niet of jij die ook hoort, maar anders doe ik het raam dicht. Nee, ik hoor het als we niet naar binnen vliegen. Nee, oké, nou, dan zitten we goed. Dus dat is al bijzonder. Ja. Maar ja, natuurlijk dat thuiswerken en we zijn bij Bunk natuurlijk een hechte groep mensen die lekker hard samen willen buffelen. Ja. En we maken ook heel veel dingen samen. En alhoewel we technisch volledig voorbereid zijn om thuis te werken, bij ons was het letterlijk, oké, jongens, vanaf morgen werken we thuis. Nou, pak de laptop op, hopstakee, en alles draaide verder. Ja. Merken we toch dat het, ja, weet je, zo'n gesprek is toch anders dan dat we in dezelfde kamer zitten. En zeker omdat wij toch best wel heel veel ingewikkelde dingen makkelijk maken voor onze gebruikers. Ja, daar is gewoon veel overleg en samenwerking voor nodig. En dat gaat via zo'n scherm toch net even ingewikkelder. Ja, klopt. Plus de energie. Man, wat mis ik de energie. Heb je? Of met hoeveel mensen zijn jullie? We zijn op dit kantoor, want Bunk heeft inmiddels drie kantoren. Op dit kantoor zijn we nu met 140 man. Zit je nu op kantoor of zit je thuis? Ik zit nu op kantoor. We hebben hier het kantoor omgeturnd tot corona safe of corona proof. Of in ieder geval corona aware. Anderhalve meter zones. Wat zeg je? Anderhalve meter zones. Ja, anderhalve meter zones. We hebben overal desinfectiedingetjes. We letten erop dat er niet te veel mensen naar kantoor komen. Maar soms moeten er mensen gewoon naar kantoor. De post moet opgehaald worden. Andere dingen moeten soms op kantoor gedaan worden. Dus we letten erop dat... We hebben natuurlijk redelijk wat vierkante meters. We zitten volgens mij op 1600 vierkante meter. En dan zijn we dan met 20 man. Ja, dat is prima te doen. Kan helemaal safe. Hoe gaat het, Bunk? Ja, hartstikke goed. Ja, ik was net dus nog met wat dingen bezig, maar we zijn toch met een paar leuke dingen bezig weer. Dat wordt... Vertel. Ja, vertel. Als ik klaar ben, dan krijg je het te horen, net als de rest, dat weet je. Maar wat staat er allemaal op de rol, zonder dan, ik bedoel, tipje van de sluier? Waar leg je focus nu? Wat is de status nu? Nou, sowieso is een tipje van de sluier, en dat kan ik denk ik iedereen wel meedelen, dat zodra het kan, mijn coronacoop aangepakt gaat worden. Dus dat, en ook mijn slonzig baardje. Dus mijn excuses voor de kijkers, dat meestal ben ik wat verzorgder. Maar ja, hoe staat het met Bunk? Met Bunk gaat het dus echt heel erg goed. We zijn internationaal bezig. We krijgen tractie ook in het buitenland, wat heel bijzonder is. We groeien ontzettend hard door, zowel dus in Nederland als ook in Sofia in Bulgarije, waar we een kantoor hebben geopend, als ook in Athene. Dus het is ook echt een multinational aan het worden. Maar als altijd zijn we bezig om het leven van onze gebruikers makkelijker te maken, om tijd te besparen voor ondernemers. En daar komen dus weer een heleboel leuke dingen aan. En ja, daar kun je nog helemaal niks van zeggen? Nee, je kent het toch? Hey, dat is veel leuker. Waarom Bulgarije en wat zei je, Athene? Ja, nou omdat wij hebben dus zo'n enorme aanwas van jong talent nodig met enthousiasme. Tot een paar maanden geleden was de economie redelijk oververhit aan het raken. Dat probleem hebben we nu denk ik niet meer. Maar de aantallen mensen die wij gewoon nodig hebben, dat was in Amsterdam niet meer te krijgen. En juist ook omdat we dus zo decentraal opgezet zijn, is het voor ons, maakt het eigenlijk niet uit waar je zit.
En ik had via TransIP, dus zeg maar mijn andere bedrijf, had ik al ook kantoren in Bulgarije. En daar hadden we ervaring mee. En de werketels en zeg maar de werkhouding en ook de culturele band met Bulgaren is echt fantastisch. Dus daar hebben we een kantoor geopend. En dat van Athene is een tijdelijk ding, terwijl Bulgarije echt up and running is. Oké. Okay. Dus, en betekent dat ook dat je, want waar is Bunk als klant te krijgen? Alleen in Nederland nog? Nee, zeker niet. In de gehele eurozone. EER, European Economic Area. En hoeveel mensen maken er gebruik van? Heb je dat allemaal paraat, dat soort cijfertjes? Of is dat geheim of zo? Nou, het aantal gebruikers, dat delen we nooit mee, omdat dat voor ons minder relevant is. Wij zijn veel meer bezig met het maken van fantastische producten waar mensen van houden, die hun leven vergemakkelijken. En cijfertjes die leiden alleen maar af. Dus eigenlijk vanaf het begin van Bunk hebben we altijd gezegd, er zijn een aantal cijfers die we aan iedereen altijd tegelijk meedelen. Dus het aantal deposito's en dat soort zaken. En die publiceren we ook. Maar voor de rest, in dit soort gesprekken wil ik het hebben over dingen die leuk zijn. En dat zijn denk ik, dat zijn de fantastische dingen die we doen. Ja, maar ja, de leuke dingen die je gaat doen, die wil je ook al niet vertellen. Ja. Ik heb je niet helemaal op het netvlies, hè? Want ik ben niet elke dag met Bunk bezig. Oké, dan even de paar laatste, zeg maar, half jaar terug. Ja. Wat zijn de pareltjes waarvan je denkt, oh, dat hebben we de laatste paar maanden geflikt en dat die zijn heel tof? Nou, een van de dingen waar ik echt heel enthousiast over ben, zowel qua product als ook hoe dat is opgepakt, is de Green Card. En we hebben de Green Card, dat is een prachtig mooie metalen pas, waar voor elke 100 euro die je uitgeeft, planten we een boom. Nou, die hebben eind november gelanceerd. Ik heb er trouwens eentje bij me. Wacht, ik pak hem even. Ja. Hij is namelijk echt mooi. Die hebben dus eind november gelanceerd, zie je? En hij is echt, het is ook echt een lekker ding om je in je hand te houden. Hij is wit. Ja, hij is wit en metaal. Ja, omdat hij Green Card heet. Ja. Nou, hij is dus green, omdat terwijl je hem gebruikt, bomen geplant worden. En dat is dus heel erg leuk. Daar hebben we heel lang op zitten broeden van, want Bunk heeft een heel erg ideologische oorsprong. En we weten natuurlijk met z'n allen dat we een enorme ecologische uitdaging hebben. Maar we hebben heel erg lang zitten broeden, hoe kunnen we nou op een makkelijke manier zorgen dat onze gebruikers toch iets bijdragen eraan. Nou, toen kwamen we met een Green Card. Aan de ene kant is het een enorm hebben dingetje. Laten we nog één keer zien. Ja. En heel erg mooi. En aan de andere kant, terwijl je hem gebruikt, doe je dus ook iets goeds. En het leuke eraan is dat je dus, zeg maar, geen Moeder Teresa hoeft te zijn om iets bij te dragen aan het wel en mee van iedereen. Nou, sterk. In feite gebruik je de commerciële handel om groene dingen te doen. Het is een win-win. Ja. Ik bedoel, een pas heb je toch nodig. Een mooie pas, daar hebben sommige mensen behoefte aan. Waarom daar niet iets aan toevoegen wat ook bijdraagt aan het algemeen welzijn? Dus het is, dat is een balans die we bij Bunk proberen te vinden. Het is we zijn natuurlijk geen goed doel. Het is niet doneren aan een goed doel. Want dat, als je dat wil, dan kan dat ook. Er zijn fantastische goede doelen waar je dat aan kan doen. Maar het is juist het bouwen van producten waar je echt iets aan hebt, waar je plezier aan beleeft en die iets bijdragen. Dus het is en. Nou, en het leuke was, we hadden, om dat te vieren, een Founders Edition. En die was eigenlijk 1000 stuks. En die was eigenlijk binnen 15 uur uitverkocht. Dus dat ging heel erg snel. En Bunk ontwikkelt zich natuurlijk heel erg snel. Dus we zagen eigenlijk al een maand of 2-3 daarna dat een gemiddelde Green Card gebruiker zoveel uitgaf op een Green Card dat de gemiddelde persoon in ongeveer 3 jaar CO2 vrij zou worden. Dus zeg maar, alle CO2 die je uitstoot met een normaal levensstijl binnen Europa, die opzet je als je, zeg maar, je dagelijkse uitgaven betaalt met zo'n Green Card binnen 3 jaar. Nou, dat was echt mind-boggling, toch? Ja. Je gaat van een enorm groot probleem, wat onoplosbaar lijkt, en wat moeten we doen, en we moeten van alles veranderen, en dat moeten we natuurlijk ook, maar tegelijkertijd kunnen we met zo'n eenvoudige aanpassing toch iets echt substantieels bereiken. Ja, echt. Als ze zeggen dan van, ja, je lost het ook op door gewoon minder uit te gaan geven. Want als je minder uitgeeft, hebben we minder consumptiemaatschappij. Weet je, als we met z'n allen gewoon minderen, dan spaart de natuur uit. Terwijl je, ja, dit moet, nou, dat, ja?
dat is zeker waar. Maar als je dat wat je uitgeeft alsnog uit, want ja, uiteindelijk moet je toch iets, weet je, je betaalt boodschappen, je betaalt andere zaken. Als je dat met een green card doet, dan telt het dus dubbel. Ja. Dat is leuk. Ja, je kan wel blijven zeiken dat het niks helpt, maar je hebt gelijk. Hey, wat is het effect, als we kijken even naar vandaag, hè, de wereld, want ik spreek jou nu op, 16 april? Ja, 16 april is het. Wat is het effect op jouw bedrijf van het hele corona-verhaal? Nou, wat we merken is, er is natuurlijk wat onzekerheid. Wij hebben bijvoorbeeld onze marketinguitgaven een beetje teruggeschroefd. Mm-hmm. Ook omdat mensen nu gewoon andere dingen aan hun hoofd hebben. Mm-hmm. Terwijl tegelijkertijd, en dat is dan wel weer een paradox, juist omdat heel veel mensen thuis zitten en zeg maar niet naar fysieke banken kunnen, is Bunk juist bij uitstek weer heel handig, want je kan alles via een app doen. Ja. Dus wij hebben in ieder geval de marketinguitgaven een klein beetje teruggeschroefd. Qua operationeel hebben we relatief weinig problemen, want wij zijn volledig digital. Dus dat was gewoon oppakken en thuis verder gaan. Ja. Wat ik het meest mis is de samen zijn en dat samen strijden voor een geweldig product wat het leven vergemakkelijkt. De energie, zeg maar de energie op kantoor met allemaal mensen die allemaal ergens voor rennen. Dat is denk ik... Fysieke energie ook, hè? Gewoon. Ja, zeker. Ja, dat mis ik het meeste nog. Dat iedereen heeft het, maar denk van het feit dat de hele aardkloot elkaar niet meer aanraakt. Ja, nou, letterlijk iemand een schouderklopje geven of krijgen. Ja. Hey, wat is het commerciële effect op Bunk? Ja, eigenlijk weinig. We zien dat het bestedingspatroon van onze gebruikers verandert. Dat is interessant. We zien dat mensen meer geld aanhouden. Dat vinden we ook vlijend. Dat betekent dus dat in de ogen van onze gebruikers we een vertrouwde en veilige bank zijn. Dat zijn we natuurlijk ook. Maar dat is fijn om te zien dat in tijden van crisis... Ja, het kan ook natuurlijk anders lopen. Dat iedereen denkt van, oh jee, Bunk, we gaan naar X. Maar we zien eigenlijk het omgekeerde. We zien dat de instromen van geld veel hoger liggen. Ik weet de exacte cijfers niet, maar volgens mij 2 keer zo hoog. Dat is echt interessant. Ja. En voor de rest valt het wel mee. Ja, we groeien iets minder snel omdat we iets minder aan marketing uitgeven. En we stellen dus ook wat internationale projecten wat uit. Hè, meestal hebben we om de zoveel maanden een Bunk update. Nou, dat gaat nu ook wat moeilijk. Ja, precies. Dat soort zaken. Het tempo is er een beetje uit. Niet van de ontwikkeling zelf. Dus we gebruiken zeg maar wat we in plaats daarvan doen, is heel handig van de tijd gebruik maken om nog meer geweldige dingen achter de schermen te maken. En daarom was ik dus net ook en ook hierna weer bezig. En ook vannacht weer tot 1 uur. Zeg het nog een keer. Nou, dan hou ik je niet lang op, maar ik wil nog een paar dingetjes weten. We leven nu in een soort tijd dat iedereen bijspringt. En ik las vandaag ook de eerste berichten, hè, dat ook financiële instellingen moeten helpen. En hypotheekverstrekkers moeten aardig zijn naar mensen met een hypotheek om een tijdje uit. Ja, ik word altijd een beetje kriegelijk van uitstellen. Want dan denk ik van ja, schuif het vooral voor je uit. Maar eigenlijk moet je het betalen. Weet je, scheld het dan vrij. Als ik moet gaan uitstellen, ik word er persoonlijk altijd heel nerveus van. Maar wat doet Bunk? Doen jullie acties, dingen voor je klanten, stoffen shit voor ondernemers. Zijn jullie met dingen bezig om je klanten te helpen door deze tijd? Nou, ik denk dat Bunk is natuurlijk al redelijk clean. We hebben geen leningen en we hebben dat soort zaken allemaal niet. Hmm. Ik denk dat Bunk haar gebruikers helpt door wat we al zijn, namelijk mobiel. Wij gaan waar jij gaat. Dus als je thuis zit, zitten we daar. Als je ergens anders zit, zitten we daar. Ik heb gehoord van een ondernemersvriendje van me die was, ja, ik vraag me niet waarom juist nu, maar die was dus met een nieuw bedrijf bezig en die moest een bankrekening openen. Nou, en die gebruikt privébunk, maar zakelijk nog niet voor alles. En die moest bij, nou maakt niet uit welke bank, maar hij belde op. En het duurde letterlijk een groot bank. Het duurde 6 maanden voordat hij langs mocht komen. En toen zei hij van, ik ben toch blij dat ik nu via Bunk meteen binnen een paar minuten kan onboarden, want dan kan ik weer verder. Ja. Dus ik denk dat heel veel dingen, heel veel idealen en heel veel zaken waar Bunk zich al jaren voor inzet, hè, om het leven te vergemakkelijken, om tijd te besparen, nu harder nodig zijn dan ooit.
En nu meer bijtellen dan ooit. Zou je dan niet juist ook, ja, marketing klinkt zo commercieel, maar juist aanwezig moeten zijn, ook in communicatie? Juist nu, met je ideële boodschap? Nou ja, dat vind ik lastig, want aan de ene kant ja, aan de andere kant, en misschien ben ik daar heel Hollands in, wil ik ook weer niet, weet je, ik wil ook voor mezelf overigens, niet het gevoel hebben dat ik een best wel nare situatie misbruik voor commerciële doeleinden. Dus we helpen waar we kunnen, we doen wat we kunnen, maar om het commercieel uit te buiten voelt niet goed. Hey, en tot slot, je bent een ondernemer. Dat betekent altijd op zoek naar nieuwe challenges, snel verveeld. Dat zijn vaak van die karaktereigenschappen, ongeduldig, ja. Dat soort dingetjes. Nou ben je al best wel lang. Hoe lang ben je met Bunk bezig nu? 8 jaar. Acht jaar? 8 jaar, ja. Ik ben helemaal grijs geworden, je kan het zien. Ja, van de zorgen. Hey, en van Transipé, is dat ook, ben je nog op meerdere dingetjes actief of is het echt Bunk all the way? Nou, ik zit bij Transipé in de board, maar ik ben daar geen executive. Nee. Dus ik doe wel wat dingetjes, maar het is wel vooral Bunk. En ik kan je ook vertellen, Bunk is ook wel echt een uitdaging. Dus het is heel moeilijk om een vastgeroeste sector te vernieuwen die zo zwaar gereguleerd is. Ja. Dus ja, dat is complex. En om dat ook nog op het internationale speelveld te doen, ja. Ja, dat is moeilijk. Even niet soepeler door deze situatie? Voor de grootbanken wel. Ja, echt waar? Werkt het zo? Ja, het is niet zo dat de regulator specifiek de grootbanken target met vergemakkelijking van regels. Ja. Het is gewoon zo dat de hele regels en de hele sector is ingericht op die grootbanken en om die grootbanken in toom te houden. Dus als er dingen worden bedacht om ruimte te creëren, dan hebben de grootbanken daar ook het meeste profijt van. Ja, dat zeg je heel netjes. De strijd is nog niet gestreden dus, Ali. Het is nog niet gestreden. Je vindt het ook nog niet saai, dus je blijft nog wel even met Bunk actief. Ja, en zeker ook omdat we dus echt heel veel mooie dingen in de pijplijn hebben, waar ik je heel graag dan tegen meer over vertel. Weet je, laat maar weten als het zover is en dan gaan we naar het volgende gesprek. Voor nu dankjewel en ga vooral heel hard aan het werk, want je hebt nog heel veel te doen. Dankjewel, Lonnie. Doei. Doei, Ali.